Dames en heren, aanstaande maandag 27 april is onze koning Willem-Alexander jarig. Traditioneel hebben we de dag ervoor lintjesregen, de algemene gelegenheid voor het uitreiken van de koninklijke onderscheidingen. Als dat moment in het weekend valt, wordt het plechtige moment verschoven naar de vrijdag, de vrijdag ervoor. En dat is dit jaar ook het geval. Normaal vindt onze Leidse lintjesregen altijd plaats in de Hooglandse Kerk. De decorandi worden daar met allerlei smoezen naartoe gesleept en de lintjes worden onder toeziend oog van honderden vrienden en bekenden opgespeld. Maar het is niet normaal. We kunnen vanwege de coronacrisis niet met groepen bij elkaar komen en het opspelden van een onderscheiding op anderhalve meter afstand gaat even min. Ik ben ook niet in de Hooglandse kerk, zoals u ziet, maar gewoon bij mij thuis. Ik werk in deze tijd nu eenmaal ook gewoon van huis uit. We stellen vandaag de decorandi wel op feestelijke wijze op de hoogte van het heugelijke feit dat het de majesteit heeft behaagd om ze te eren met een koninklijke onderscheiding. Dat doen we met een telefoongesprek met videoverbinding en speeches als deze, welke via internet te bekijken zijn zodat ook naasten kunnen meekijken. Ze zijn korter dan normaal, want de entourage is natuurlijk heel anders voor alle betrokkenen. De decorant, die krijgen ook bloemen en gebak thuis bezorgd, want we willen er ondanks alles voor iedereen toch een feestelijk moment van maken. Dames en heren, het coronavirus heeft ons diep getroffen. Het sociale, culturele, sportieve en maatschappelijke leven is deels. Stilgelegd en we voelen allemaal de gevolgen. Maar een maatschappij zonder vrijwilligers valt volledig stil. Voor altijd. We kunnen nu en straks niet zonder de vrijwilligers, bij sportclubs, op scholen in wijk en buurtverenigingen in de kerken. En laten we vooral in deze tijd de vrijwilligers in de verpleging, de ouderenzorg en de mantelzorgers niet vergeten. Mensen die naast en in hun omgeving bijstaan, bij ziekte en tegenslag. Die tijd en liefde spenderen aan mensen die dat nodig hebben. Zonder al deze kanjers zou onze maatschappij zoveel minder aangenaam zijn en zou onze maatschappij echt definitief stilvallen. Vandaag eren we daarom onze vrijwilligers. Door de uitreiking van een koninklijke onderscheiding tonen we onze verbondenheid met elkaar en bedanken we hen voor alle inzet. Ik hoop ook dat de verhalen van vandaag inspiratiebron zullen zijn voor velen, zodat we volgend jaar nog veel meer mensen kunnen verblijden met een lintje. Kandidaten zijn er genoeg. Mocht u iemand in uw omgeving kennen die een lintje verdient, laat het mij dan weten. Want wat er ook gebeurt, volgend jaar is er weer een lintjesregen. Laten we hopen, dan weer in een volle Hooglandse kerk. Dat is wel zo stijlvol. En dan nu de decorandie. Nummer 1: Wilhelmus Johannes Louis Barning. Wim noemen we hem. Geboren op 1 juni 1951 te Leiden. Dames en heren, Barning, piano's en vleugels is decennia lang een begrip geweest in Leiden. Barning bracht muziek in het leven van de Leijenaars en mensen uit de omgeving van onze prachtige stad. Wim heeft zelf vanaf 1971 in het familiebedrijf gewerkt. Barning Piano's heeft veel betekend voor de muziekbeoefening in Leiden en omgeving. Bij ieder concert werd er wel gebruik gemaakt van een concertvleugel van het bedrijf. En talloze muziekevenementen werden door het bedrijf ondersteund. Dat kan deels op het konto van Wim worden geschreven, maar zijn inzet ging veel verder. Hij was een ware ambassadeur voor de piano- en orgelbranche in ons land en vervulde jarenlang bestuursfuncties in de Nederlandse Piano- en Orgelbond, de Nederlandse Piano- en Muziekinstrumentenbond, de vakopleiding Muziekdetailhandel en de vereniging Blad Muziekhandelaren in Nederland. Niet geheel toevallig was de firma Barning ook de vaste stemmer en reparateur van de pianovleugel in het stadhuis. Op een gegeven moment was het krukje daarvan ter zielen gegaan en werd Barning gebeld. Wim kwam hoogstpersoonlijk langs om een te brengen. Toen hij de piano zag en constateerde dat de burgerzaal leeg was, kon hij de verleiding niet weerstaan en speelde hij er even lekker op los. Totdat plotseling het gordijn in de burgerzaal openging en in rood aangelopen ambtenaar van de burgerlijke stand driftig begon te gebaren dat hij midden in een huwelijksvoltrekking zat en dat het nog veel te vroeg was voor welke bruiloftsmars dan ook. Behalve met muziek is Wim Barning ook altijd intens betrokken geweest bij zijn geloof en het werk in en rond de hartenbrugparochie. Hij was actief in de liturgie als misdienaar, acolyt, ceremoniarius en lector, en in het parochiebestuur. De activiteiten van Wim Barning als bestuurslid van de RK-begraafplaats De Zeilpoort, maar zeker ook die in de Franciscaanse broederschap Portiuncula, te leiden liggen in het verlengde van zijn parochiale activiteiten. De Hartebrugkerk is immers tot in 2010 bediend geweest door de Paters Franciscanen. En met Portiuncola hebben de Franciscanen, dus ondanks het vertrek van de kloosterorde uit Leiden, een klein bruggenhoofd in de stad weten te behouden. Behalve in muzikale en religieuze werkzaamheden konden we Wim Barning in Leiden en omgeving ook nog zien acteren bij de omroepvereniging Holland Centraal. Als presentator en penningmeester en bij de Kinologenvereniging Rijnland als bestuurslid, voorzitter en als medewerker bij tal van honden tentoonstellingen. Door en vanuit de kerk is Wim Barning volop geëerd, maar koninklijke erkenning was er nog niet. Tot nu. Want ik kan met vreugde bevestigen. Dat het zijn majesteit Koning Willem-Alexander heeft behaagd om Wim Barning bij koninklijk besluit van 31 oktober 2019 te benoemen tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. En dan nu nummer 2: Petronella Maria Catarina Bodenstaf Bergers. Nel wordt ze door intimi genoemd. Geboren op 18 augustus 1931 te Leiden. Nel Bodenstaf, dames en heren, is in alle opzichten een bezig bijtje. Dat is al lang zo. Ze hielp op de school van haar kinderen. Ze hielp met het schoonmaken van de Leonarduskerk. Met de verbouwing van het Leonardushuis daartegenover. Met het uh, rondbrengen van kerkbladen. En het bloemschikken op de bijenmarkt. Maar we willen haar toch vooral in het zonnetje zetten. vanwege de zeker 16-jarige activiteit als vrijwilligster bij en in het Leidse welzijnswerk. Ondanks haar eigen respectabele leeftijd. is Nel in die jaren wel acht uur per week bezig geweest. om de oudjes te helpen, zoals ze het zelf noemde. Jarenlang hielp ze met de wekelijkse koffiebar in de Robijnhof. en bij grotere evenementen als het Sinterklaasfeest. het Kerstfeest, de rommelmarkten en het zomerfeest. Toen de Robijnhof verhuisde naar Rijn en Vliet, verhuisde ze gewoon mee. Ze fietste gewoon wat langer door. Was ze niet ingeroosterd, dan kwam, het, kwam ze toch regelmatig op bezoek. Gewoon voor de gezelligheid. Assisteren bij de filmvertoningen en het maandelijkse bloemschikken, dat doet Nel nog steeds met veel plezier. Dat laatste samen met haar vriendinnen Janni, Ellie en Ria. Al ligt het door alle coronaperikelen nu allemaal even stil. Maar daarna hopen ze de draad weer op te pakken. Overigens, Owee als Nel ziet dat er een takje scheef staat. Of de bloem zomaar in de oase wordt gepropt. Dat kan volgens Nel echt niet. Haar bloemschikkwaliteiten kregen lokale erkenning toen zij in 2002 leidskampioen werd. Daarnaast helpt Nel nog steeds bij de bejaarden. Tussen aanhalingstekens moet ik er even bij zeggen. Want ja, daar hoort ze eigenlijk zelf ook bij. Dus bij de bejaarden met het maken van kaarten. Ze maakt de mooiste exemplaren en het begint al vroeg in het jaar met het maken van kerstkaarten. Zij is een echte Nelletje precies. En daarbij is ze altijd opgeruimd en heeft een groot hart voor haar mediemens. Vrijwilligers als Nel, daar kun je er eigenlijk nooit genoeg van hebben. Haar belang voor het welzijnswerk voor ouderen is zelfs zo groot dat het zijn majesteit Willem-Alexander heeft behaagd Nel Bodenstaff-Bergers bij koninklijk besluit van 11 december 2019 te benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. En dan nu nummer drie, Christina Maria de Boer. Christa wordt ze genoemd. Geboren op 26 september 1947 te Rotterdam. Christa de Boer, dames en heren, is een vrouw met een groot sociaal hart. Ze kan niet tegen onrecht en probeert mensen in achterstandssituaties altijd te helpen. En als echte Rotterdamse zit het geen woorden maar daden, helemaal diep in haar bloed. Beroepsmatig zat Christa in het onderwijs. Ze was in 1970, 23 jaar was ze pas, oprichter van de eerste peuterspeelzaal in Rijnsburg met de alleszeggende naam De Drummers. Toen ze onderwijzeres was geworden, koos ze bewust voor de Leidse Volkswijk De Kooi. Ze zette zich vol overgave in voor het vernieuwen van het onderwijs en streed ervoor om de onderwijsvoorrangsgelden echt beschikbaar te krijgen voor de wijkscholen. Ze deed erg haar best om ouders bij het onderwijs te betrekken, bijvoorbeeld door een leerpraatgroep 's avonds. Ze nam het initiatief om de eigen Leidse wijkgeschiedenis van voor de oorlog naar boven te halen via verhalen van buurtbewoners. Het boekje dat het resultaat was, werd in de klas in de geschiedenisles gebruikt. En zo was het cirkeltje weer rond. Ze was initiatiefneemster en coördinator voor het project Ouders op Herhaling, een soort tweede kans onderwijs in de wijk, waar laaggeletterdheid nu eenmaal heel veel voorkwam. Dat ze met zo'n enorme inzet ook nog eens acht jaar zeer actief lid was van de Leidse gemeenteraad voor de Partij van de Arbeid mag een wonder heten. In 1995 werd ze adjunct-directeur van de Lucas van Leiden school. Later ging ze werken aan de Leo school, speciaal voor kinderen met autisme. Ze was altijd op het schoolplein om de kinderen te begroeten. Ze wist gewoon alle namen. Ze was over ieder kind ook positief. Ze wist de achtergrond van alle kinderen en ze was er voor iedereen. Voor ouders, voor kinderen en voor collega's. Wat Christa de Boer ook doet, ze is altijd bezig de wereld te verbeteren. En dat doet ze met overgave. Ze is enthousiasmerend en bindend. Bij conflicten weet zij bruggen te slaan. Dat deed ze al op school als er conflicten tussen leerlingen waren of als kinderen gepest werden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat ze na haar pensionering gewoon doorging. Ze heeft immers een tomeloze energie en is praktisch niet te stoppen. Inmiddels zet ze zich in voor het G-team van de korfbalclub Trigon. Bedoeld voor mensen met een verstandelijke en deels ook lichamelijke beperking. Ze is trainster, begeleidster van het competitieteam en chauffeuse bij uitwedstrijden. Ook bij de buurtvereniging De Marendijkbuurt is ze de speel geworden waar de vereniging om draait. Ze draagt als secretaris zorg voor de interne organisatie, regelt de ledenwerving, werkt mee aan de buurtkrant, werkt in de buurttuin, zet zich in voor diverse acties, doet de coördinatie van eten op de Marendijk en koopt dan gewoon zelf ook mee. Iemand die zich zo lang, zo intensief voor onze maatschappij heeft ingezet. En ik heb nog zoveel overgeslagen. Zo iemand verdient een lintje. En dat was koning Willem-Alexander met mij eens. Bij koninklijk besluit van 20 februari jongstleden heeft hij Christa de Boer benoemd tot lid in de orde van oranje nassau Nummer 4. Hendrikus Johannes Boetekees, oftewel Henk. Geboren op 14 april 1943 te Leiden. Dames en heren, als je het aan de kleinkinderen van Henk Boetekees zou vragen. wat opa's grootste hobby is, dan hoeven zij niet lang na te denken. Opa is altijd op de tuin te vinden. En als de kleinkinderen vrij zijn, gaan ze graag mee. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de lekkerste tomaten. de lekkerste komkommers. ...de lekkerste courgettes, de lekkerste bessen en de lekkerste frambozen... ...allemaal van zijn tuin komen. Geen groenteboer die daaraan kan tippen. De passie voor het zelfkweken van groenten en fruit begon bij Henk vrij vroeg. Op 25-jarige leeftijd werd hij al lid van de volkstuinvereniging Aan de Besjeslaan. En toen in 1979 de volkstuinvereniging... Veldheim werd opgericht, verhuisden Henk en vrouw Ellie daarheen. Hij werd ook direct bestuurslid, enkele jaren later zelfs voorzitter, en hield dat vol tot de opheffing in 2008 in verband met de uitbreiding van de begraafplaats Rijnland. Dus bijna 30 jaar lang. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan, en zonder tuin kon hij dus niet. Dus werd Henk in 2009 lid van de Volksstijndersvereniging voorschoten. Toen daar in 2013 een bestuurscrisis ontstond en praktisch het hele bestuur opstapte, stapte Henk direct naar voren en stelde hij zich beschikbaar als voorzitter. In die rol vertegenwoordigt hij de vereniging bij de gemeente, het hoogheemraadschap en andere partijen, maar weet intern ook de boel bij elkaar te houden. Ieder brandje weet hij te bedwingen met een indringend gesprek of een arm om iemands schouder. En hij blijft gewoon doorgaan, zoals zijn devies is: gewoon omdat de volkstuin zijn lust en zijn leven is. Overigens spande Henk zich niet alleen in voor tuinverenigingen, maar ook voor de sport- en ontspanningsvereniging van de PTT. En ook hier houdt hij het heel erg lang vol. Hij zit al meer dan 35 jaar in het bestuur, waarvan meer dan 30 jaar als voorzitter. Een enorme uitdaging voor hem is het scoren van mooie prijzen voor het bingo. Het hele jaar is hij op zoek naar mooie aanbiedingen, zodat er altijd één kamer in huis gereserveerd moet worden voor bingo-prijzen van de SOVPD. Henk Boetekees, dames en heren, heeft zich decennia lang ingezet voor het verenigingsleven. Het wordt tijd dat hij een keertje de erkenning daarvoor krijgt. En daarom is het mij ook een groot genoegen u te kunnen melden dat Henk Boetekees bij koninklijk besluit van 6 maart 2020 door koning Willem-Alexander is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Nummer 5, dames en heren. Maria Catharina van Kassel Lagerberg. Ria wordt ze genoemd. En ze is geboren op 11 september 1938 te Leiden. Dames en heren, Ria van Kassel werd al vroeg gegrepen door tafeltennis. Al op 15-jarige leeftijd werd ze lid van de toen nog katholieke tafeltennisvereniging Docos. Ze speelde fanatiek en promoveerde keer op keer met haar team. En al haalt ze tegenwoordig haar oude niveau niet meer helemaal, ze doet nog steeds mee in de competitie. Van 1999 tot en met vorig jaar, dus ruim 20 jaar, was Ria ook bestuurslid van Dokos. De laatste jaren hield ze zich bezig met het barbeheer en het gebouwenonderhoud. Maria schrok er ook nooit voor terug om zelf de handen uit de mouwen te steken. Samen met andere vrijwilligers hield ze de speelzaal, de kantine, de keuken, de toiletgroepen, de kleedkamers, de bestuurskamer en de vergaderruimte schoon, en zorgde ze voor de bevoorrading van de keuken en de kantine. Jarenlang konden de leden bij haar de sleutel van het gebouw ophalen en terugbrengen. Bij toernooien en feestelijkheden kon altijd een beroep op haar worden gedaan, en met oud en nieuw was zij het die steeds met de allerlekkerste aller oliebollen en appelflappen aankwam zetten. Als oud bakkersvrouw houdt ze het recept vanzelfsprekend geheim. Behalve voor Dokos zette Ria van Kassel zich ook jarenlang in als vrijwilliger voor Libertas Leiden. Ze was vrijwilligster in de huizen van de buurt, verzorgde de alarmwacht, draaide koffiediensten bij de Robijnhof... Begeleide bewoners bij ziekenhuisbezoeken en hielp bij de maandelijkse themamaaltijden. Van 1995 tot 2000 heeft Ria samen met haar man intensief meegewerkt aan het opknappen van het Leonardushuis aan de Haagweg 14 tegenover de Leonarduskerk. Eigenlijk regelde zij de verbouwing min of meer. Zonder tegenspraak nam ze de leiding. Zelfs ervaren mannelijke klussers richten zich naar haar wensen en inzichten. Al met al doet mevrouw Ria van Kassel lageberg al meer dan twintig jaar vrijwilligerswerk in Leiden voor verschillende organisaties en daar zijn we erg blij mee. En daarom is het mij ook een eer en een vreugde te kunnen melden dat het Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander heeft behaagd. Ria van Kassel-Lagenberg bij koninklijke besluit van 8 januari 2020 te benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Nummer 6: Maarten Evert Reinoud Gerard Nicolaas Jansen. Geboren op 4 oktober 1952 te Zeist. Een echte professor, dames en heren, gaat helemaal op in zijn vakgebied. Hij is er bij wijze van spreken mee getrouwd. Professor Maarten Janssen is zo iemand. Hij voelt zich door en door verbonden met zijn vakgebied, de archeologie en de etnohistorie van Midden-Amerika, zo zeer zelfs dat hij er ook zijn vrouw vandaan haalde. Maarten Janssen wierp zich na zijn kandidaatsexamen klassieke taal en letterkunde in 1973 volledig op de archeologie. Van pre-Columbiaans Amerika. Hij volgde allerlei taal- en cultuurstudies van Midden-Amerikaanse volkeren en studeerde na een jaar veldonderzoek in Mexico in 1976 cum laude af. Het begin van een levenslange betrokkenheid bij de Midden-Amerikaanse-Indiaanse culturen. Hij werd medewerker aan de Universiteit Leiden. En in 2003 aanvaarde hij het hoogleraarschap met een inaugurele reden met de intrigerende titel Monument en verhaal in het land van de regengod. Het bijzondere aan professor Janssen is dat hij bij zijn onderzoek gebruik maakt van de talen en culturen en de nog aanwezige kennis van Indiaanse volkeren, waarbij de mixteken bij hem een bijzondere plaats innemen. Hij spreekt zelfs Mixteeks. Deze manier van onderzoek, waarbij als het even kan ook inheemse onderzoekers worden betrokken, kan als aanpak op het konto van Maarten Janssen worden geschreven. Het heeft hem niet alleen veel academisch prestige opgeleverd, maar ook als docent populair gemaakt. Zijn colleges waren regelmatig afgeladen vol. Soms namen de enthousiaste deelnemers tot in de vensterbanken plaats. Het aantal mensen dat hij als promotor heeft begeleid is enorm, ook in het buitenland. Maarten Jansen heeft een vermoeiend grote publicatielijst opgebouwd. Zijn wetenschappelijke reputatie is groot. Hij is het alom gerespecteerde boegbeeld geworden van de Latijns-Amerikanistiek van de Universiteit Leiden, die inmiddels op onderdelen toonaangevend is in de wereld. Met zijn aanpak heeft professor Janssen een fundamentele bijdrage geleverd aan de kennis van overgebleven pre-Columbiaanse Indiaanse manuscripten, vol met zeer kleurige tekeningen. De resultaten, de heruitgaven van de manuscripten en de manier waarop hij dit alles deed, heeft hem veel waardering en prestige bezorgd bij de Indianen, bij de Mexicaanse overheid en in de academische wereld. Niet voor niets ontving hij met zijn benoeming tot commandeur in de orde van de Azteekse Adelaar een zeer hoge Mexicaanse onderscheiding. Professor Janssen is ook bestuurlijk actief geweest in de faculteit Archeologie van de Universiteit Leiden, waaronder een aantal jaren als vice-decaan en een aantal jaren als decaan. In die periode steeg het budget, het aantal onderzoekers en het aantal studenten van de faculteit aanzienlijk. Hij heeft daarnaast in talloze samenwerkingsverbanden gezeten en andere academische gremia. Maarten Janssen is een inspirerende persoonlijkheid en een gerenommeerd onderzoeker met een grote maatschappelijke betrokkenheid. Samen met zijn echtgenoten springt Maarten Janssen altijd in de bres voor de belangen van inheemse minderheidsvolken, tot aan de Verenigde Naties toe. Op iemand als Maarten Janssen mogen we trots zijn. En Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander is die mening eveneens toegedaan. Daarom heeft hij Maarten Evert-Rijnhoud Gerard-Nicolaas Janssen bij Koninklijk Besluit van 25 april 2019 benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Nummer 7, dames en heren, Cornelis Johan Lauw, Kees. Geboren op 29 april 1960 te Leiden. Kees Lauw, dames en heren, is architect. Hij heeft grote expertise op het terrein van historische gebouwen. En dat is in Leiden, waar we zoveel monumenten hebben, natuurlijk maatschappelijk zeer relevant. Kees is bij heel veel verbouwingen en restauraties betrokken geweest. Maar dat is niet de reden waarom ik hem nu toespreek. Nee, dat heeft te maken met zijn vrijwillige activiteiten. Mensen hebben Kees graag als medebestuurslid. Zeker als er iets bouwkundigs gedaan moet worden. Zo hebben het Joost Fransen van de Lindenhofje, de Haanstra Baanschool en de stichting die het pand van de studentenvereniging Augustinus beheert lang kunnen rekenen op de inzet van Kees als het gaat om bouw, restauratie, onderhoud en herstelwerkzaamheden. ...inclusief het zoeken naar subsidiemogelijkheden. Maar Kees heeft veel meer gedaan. Hij was penningmeester van het bestuur van de vrienden van het Pedologisch Instituut De Brug... ...een basisschool voor speciaal onderwijs voor kinderen met ernstige gedragsproblematiek... ...en hij was voorzitter van de Rotary Club Leiden. Ook nog vrijwilliger bij de Leidse Uitmarkt in de Pieterskerk... ...en oprichter en voorzitter van de Oude Ronde Tafel... ...voor leden die te oud waren geworden, voor de gewone rondetafel. De serviceclub voor jonge mensen uit verschillende beroepsgroepen. Daarnaast zet hij zich als voorzitter van de stichting Tom Waits Library... ...onvermoeibaar in voor de modernisering van de digitale bibliotheek van deze Amerikaanse artiest. Dames en heren, Kees Lau houdt van voetbal. Nu doen heel veel mensen dat... Maar bij Kees gaat het verder. Hij is fanatiek. En dan doe ik niet zozeer op het spel zelf, hij was ooit coach van een jeugdteam van UVS, maar vooral op zijn grote inzet als supporter van Feyenoord. Hij is begeesterd als het om zijn club gaat en weet altijd kaarten te ritselen waar de reis ook naartoe gaat. Als bestuurslid en voorzitter van de vereniging Supporters Steunen Feyenoord droeg hij bij aan het inzamelen van 1 miljoen euro voor zijn club. Kees is ook de initiatiefnemer van de stichting Vrienden van de Kuip, die zich net als de actiegroep Stadion op Zuid verzet tegen de grootste plannen om elders een nieuw stadion voor Feyenoord te bouwen. Kees en de zijnen willen een flinke opknapbeurt van de oude kuip en trekken daarvoor alles uit de kast. Ze zijn inmiddels een behoorlijke pain in the ass voor de nieuwbouwadepten. Als je zoveel dingen doet, moet je goed met je tijd omgaan en dat doet Kees. Vergaderingen zijn efficiënt en small talk beperkt zich tot een enkele gevatte opmerking. Maar ook dan moet er regelmatig tot in de kleine uurtjes worden doorgewerkt. Voor Kees is iedereen gelijk. Hoogleraar, student, bouwvakker, wethouder, journalist, harde kernsupporter of iemand van de Raad van Toezicht van Feyenoord. Hij wisselt hooguit van jasje. Maar iedereen kan rekenen op dezelfde Kees. En Kees kan het met iedereen vinden. Dames en heren, Kees is een Leids monument. En omdat monumenten herkenbaar zijn aan een versiering die bij de deur hangt, gaan we zoiets, zodra dat weer gaat, ook bij Kees aanbrengen. Want ik kan melden dat het onze koning heeft behaagd... hem bij koninklijk besluit van 6 maart 2020... te benoemen tot ridder in de orde van Oranje Nassau. We zijn toe aan nummer 8, dames en heren. Ronald de Ligny, geboren op 2 juni 1952, te Leiden. Ronald de Ligny, dames en heren, is een echte... Leidse Boy. Hij werd geboren in de Sleutelstad, maar was ook al van kind af aan te vinden bij de voetbalclub de Leidse Boys. Hij speelde in de jeugdelftallen, het eerste elftal en later nog bij de Veteranen. Men kon altijd op hem rekenen, ook buiten de lijnen en hij vervulde allerlei functies als vrijwilliger. Hij was jeugdtrainer, jeugdvoorzit, voorzitter en bestuurslid. Zijn afscheidswedstrijd na 30 jaar als actieve voetballer was in alle opzichten een gebeurtenis om nooit te vergeten. Bij een tackle door een tegenstander brak hij zowel zijn scheen als zijn kuitbeen. Het herstel duurde maanden. De laatste jaren is Ronald minder vaak bij de Boys te vinden. Maar als erelid doet het hem wel pijn dat Leidse Boys aan het eind van het lopende seizoen. Wordt opgeheven. Dat beide zonen niet kozen voor voetbal, maar voor korfbal, was wel even wennen voor de rasvoetballer Ronald. Naar verluid las hij aanvankelijk langs de lijn bij Trigon liever de krant dan dat hij naar hun spel keek. Maar na enige tijd raakte hij toch in de ban van de enige gemengde teamsporten die we kennen en begon hij de handen uit de mouwen te steken. Hij trad toe tot het bestuur van Sporting Trigon met de portefeuille Jeugdzaken. Hij was scheidsrechter bij jeugdwedstrijden en speelde jarenlang Sinterklaas voor de jongste jeugd. Hij toonde ook een oneindige inzet voor het G-korfbal. Voor mensen met een verstandelijke en deels ook lichamelijke beperking. Hij was jarenlang trainer, coach en scheidsrechter en op dit moment nog clubcoördinator. In die hoedanigheid zit hij ook in de landelijke werkgroep g -korfbal. Dankzij zijn inzet kreeg de club afgelopen jaar het keurmerk Onbeperkt Sporten. Ronald de Ligny wordt beschouwd als de motor van het succesvolle G-korfbal en is daarmee enorm belangrijk voor deelnemers met een beperking. Sinds de start van de Leidse Avondvierdaagse in 2010 heeft Ronald de Ligny eveneens een bijdrage geleverd aan de organisatie daarvan. Mede door zijn inzet kan jaarlijks voor bijna duizend kinderen en begeleiders dit gezellige en sportieve wandelevenement tot stand komen. Ronald de Ligny, dames en heren, is in totaal al bijna 50 jaar met zijn innemende persoonlijkheid een eerste klas vrijwilliger. En daar mogen we trots op zijn. Zo iemand verdient alle maatschappelijke erkenning en dat vond onze koning ook. En daarom heeft hij Ronald de Ligny bij koninklijk besluit van 20 januari 2020 benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Nummer 9. Grietje Meesters. Greet voor iedereen. Geboren op 22 juli 1966 te Nieuw-Leuzen in Overijssel. Greet Meesters, dames en heren, is in alle opzichten. Mrs. Groenoord-Zuid. Sinds 2001 heeft zij zich ingezet om haar wijk een beetje mooier te maken, als actieve buurtbewoner en als bestuurslid van de wijkvereniging. Eigenlijk kun je wel zeggen dat zij ze in vrijwel alle activiteiten die de afgelopen jaren in deze wijk georganiseerd zijn een rol speelde. Met haar creativiteit en veelzijdigheid maakte ze van alle activiteiten een feest. Of het nu ging om het jaarlijkse kerstspel, de jaarlijkse Burendag met drum van vader Franciscus bent leiden, of de buurtmusical You Who met bewoners met een verstandelijke beperking, Greet was de drijvende kracht. In waar huzarenstukje een stukje van haar is, het omtoveren van de voormalige buurtwinkel op de hoek van de Raamstraat en de Hansenstraat tot de buurthuiskamer Meet and Greet. Het werd het epische centrum van de buurt, waar talloze activiteiten zijn georganiseerd. Ik ben er echt van onder de indruk. Greet is er door haar tomeloze inzet de afgelopen bijna twintig jaar in geslaagd de hele wijk in beweging te krijgen. Met als resultaat een zeer actief buurtleven in deze vroegere volkswijk. Greet Meesters, dames en heren, straalt een positieve energie uit die ongeëvenaard is. Ze heeft een enorm sociaal netwerk en is heel goed in het verbinden. En daarom krijgt ze zoveel voor elkaar. Haar veelzijdigheid kent geen grenzen. Ze is een kundig gespreksleider, coach en trainer, maar ook goed als schrijfster, orkestleider en als organisator. Via het project Go North zet Grace Meesters zich in om van Leiden-Noord de gezondste wijk van Leiden te maken. Samen met wijkbewoners worden duurzame gezondheidsinitiatieven opgezet. Alle buurtbewoners mogen gezonde ideeën aandragen. Klein beginnen en een grote positieve beweging laten ontstaan. Dat is de bedoeling. Zij vindt het bovendien belangrijk om zich in te zetten voor mensen die soms minder kansen krijgen dan anderen in de samenleving. Daarom was zij van 2005 tot 2018. Een drijvende kracht bij het opzetten en continueren van het Autismecafé in Leiden. Ze heeft een speciale band met deze doelgroep... ...en heeft in die jaren heel wat kunnen betekenen voor de kinderen en hun ouders. Via haar theatergezelschap Rood en Wit... ...is Greet Meesters inmiddels ook in de andere wijken van Leiden bekendgeraakt. Ze kruipt zonder problemen in allerlei rollen. Haar 1, 2, 3 oktoberlied... Is inmiddels niet meer weg te denken bij de jaarlijkse viering van Leidens ontzet. En Greetmeesters is niet meer weg te denken uit Leiden. En daarom is het mij ook een groot genoegen te kunnen melden dat het Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander heeft behaagd. Mevrouw Greetmeesters bij koninklijk besluit van 6 maart 2020 te benoemen tot lid in de Orde van oranje naza Nummer 10 Dames en heren. Johannes Martinus Adrianus mens. Jan. Geboren op 22 juni 1948 te leiden. Jan Mens, dames en heren, is dokter. Een gedreven dokter. Iemand die altijd een luisterend oor heeft en in de loop der tijd een zeer bijzondere deskundigheid heeft opgebouwd. Hij begon als apotheekhoudend huisarts, maar legde zich uiteindelijk volledig toe op de orthopedische geneeskunde zo zeer en zo succesvol dat hij op dat vakgebied tot de top is gaan behoren als arts, als docent en als onderzoeker. De grootste erkenning verdient Jan Mens voor de wijze waarop hij begin jaren 90 het verschijnsel bekkeninstabiliteit en daarmee samenhangende klachten erkend wist te krijgen en behandelbaar wist te maken. Tot dan werden vrouwen die na hun bevalling zaten met ernstige klachten aan het bekken en rug vaak amper geloofd. Hun klachten werden weggewuifd als iets psychisch. De diagnose werd ook niet erkend. Jan Mens dook volledig in de problematiek en wilde precies weten hoe het zat. En hij legde met grote volharding bloot hoe het eigenlijk in elkaar stak: hoe je een diagnose moet stellen, hoe je kunt testen. En wat er zoal aan te doen is. In het jaar 2000 promoveerde hij op het onderwerp Pregnancy-related Low Back Pain. Zeer veel vrouwen die zich eerder niet gehoord voelden, en ook de patiëntenvereniging, zijn hem daarvoor intens dankbaar. Jan Mens schreef twee handboeken en leverde een belangrijke bijdrage aan richtlijnen voor huisartsen. voor de diagnostiek en behandeling van de door hem op de kaart gezette problematiek. Naast zijn werk als arts heeft Jan Mens ook veel wetenschappelijk onderzoek gedaan, vaak in zijn vrije tijd. Zijn publicatielijst is met 185 titels enorm lang. Publicaties over bekkeninstabiliteit vormen daarvan een belangrijk deel, maar hij publiceerde over veel meer onderwerpen. Jan zoekt graag exact uit hoe de dingen in elkaar zitten en dat geldt voor alles. Toen de straat bij het gezondheidscentrum een keer open moest. Voor loodgieterswerkzaamheden stond hij al voortdurend met zijn neus bovenop en bleef hij vragen wat ze precies deden, om vervolgens aan te geven hoe knap hij het allemaal wel niet vond wat ze daar aan het doen waren. Dames en heren, Jan Mens is in alle opzichten mensgericht. Hij helpt mensen heel graag. Geld is nooit een belemmering. Desnoods stuurt hij een rekening met een symbolisch bedrag. Hij helpt ook anderen met geld enkel alleen maar omdat hij het idee heeft dat zij het nodig hebben. om hun probleem op te lossen of hun doel te bereiken. Iemand als Jan verdient natuurlijk een lintje, dat vinden velen in zijn omgeving. Maar wat vindt Jan zelf? Toen hij ooit bij zo'n uitreiking was geweest, schijnt Jan tegen zijn secretaresse te hebben gezegd: Gek hè, ik ben niet van het Koningshuis, maar ik dacht net bij mezelf. Hoe zou ik dat nou vinden, zo'n speltje? En ik moet zeggen dat het me enorm zou ontroeren. Met uw welnemen hebben we van dat niet van het Koningshuis zijn, maar niet verder verteld. De rest wel natuurlijk, en daarom kan ik u nu melden dat het Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander heeft behaagd: Jan Mens bij koninklijk besluit van 6 maart 2020 te benoemen tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. We zijn toe aan nummer 11. Alfonsus Gerardus Maria Vermeulen, Fons. Geboren op 26 mei 1945 te Zenderen, gemeente Borne. Omdat zijn vader, die leraar klassieke talen was, al jong overleed, moest Fons Vermeulen als het oudste kind van een groot katholiek gezin de taak van pater Familias op zich nemen. En tot zijn jongste broertje volwassen was, in zekere mate van pedagogische verantwoordelijkheid voor zijn broertjes en zusjes op zich nemen. Na het gymnasium in Hengelo moest hij in militaire dienst. Hij kwam bij een radarafdeling die mogelijke Russische raketaanvallen moest detecteren. Schaken met Amerikaanse collega's op IJsland en Groenland bracht enige afwisseling. Eigenlijk wilde hij net als zijn vader klassieke talen studeren. Maar omdat vermoed werd dat er voor een leraar Latijn of Grieks na de Mammoetwet niet zoveel employ zou zijn, koos hij voor Nederlands en wel aan de Universiteit Utrecht. Na zijn kandidaat werd Fons Vermeulen leraar Nederlands op het Bonaventura College te leiden. En die functie vervulde hij maar liefst 41 jaar op uitmuntende wijze. Hij toonde een tomeloze inzet voor school en samenleving. Hij deed alles voor zijn leerlingen, hielp iedereen met advies of bijles en was altijd bereikbaar. De resultaten van zijn leerlingen waren dan ook altijd zeer goed. Niet voor niets was hij zeer geliefd. Hij kreeg zelfs bijna de status van heilige. Fons Vermeulen organiseerde ook regelmatig buitenschoolse activiteiten, zoals excursies en meerdaagse studiereizen. Vooral zijn Rome-reizen waren vermeus, de liefde voor de klassieken. Was hij altijd blijven koesteren? Hij reisde wel twintig keer met klassen en leraren af naar deze stad, die hij als zijn broekzak kent. Na zijn pensionering bleef Fons Vermeulen zich inzetten voor de school als bijlesdocent. Fons Vermeulen is een erudiet man. Hij las en leest altijd veel, en weet daardoor ook heel veel. Als je bij hem binnenkomt, heb je drie vierkante meter. Om te bewegen. Verder staat alles vol met boeken. Hij kreeg ook een voorliefde voor het verzamelen van eerste drukken van literaire werken en bouwde op die manier ook een grote kennis op van de waarde van antiquarische boeken. Die kennis kan hij goed gebruiken bij zijn werk als lid van de werkgroep Diaconie van de Sint-Petersparochie in Leiden. Hij houdt zich hier al 18 jaar bezig met de verkoop van boeken voor het goede doel. Bij de stichting Kringloopbedrijf Het Warenhuis is hij nog langer actief. Ook hier werkt hij als vrijwilliger op de boekenafdeling en weet met zijn kennis goed bij te dragen aan het sorteren en het correct prijzen van de boeken en daarmee aan het succes van Het Warenhuis. Dames en heren, Fons Vermeulen is een emabel man. Iemand die zich gedurende zijn hele leven met ziel en zaligheid heeft ingezet voor zijn medemens. Velen waarderen hem daardoor, onze koning, zijn majesteit Willem-Alexander, eveneens. Daarom heeft het hem behaagd, Fonds Vermeulen, bij koninklijk besluit van 27 maart 2020, te benoemen tot lid in de orde van Oranje Nassau. En hiermee, dames en heren, zijn we aan het einde gekomen van de verhalen over leidenaren die dit jaar worden gedecoreerd. Ik denk dat u het met mij eens bent dat al deze prachtige mensen hun lintje echt hebben verdiend en dat ze zich waarachtig hebben onderscheiden. Laten we hopen dat we hen de versierselen nu ook snel in het echt kunnen opspelden. Voor nu wens ik de gedecoreerden, al degenen die hen een warm hart toedragen en verder iedereen die kijkt, ondanks alle beperkingen, een hele fijne en gezellige tijd toe. Dank u wel.